Goedemorgen. Op de woonboulevard in Os heeft vannacht brand gewoed. Vier winkels aan de Frankenweg werden door de rook beschadigd. En ook het bluswater veroorzaakte schade. Niemand raakte gewond. De brandweer die werd gisteravond rond 11 uur door verschillende mensen gealarmeerd dat er rook uit de winkelpanden kwam. 60 mensen van brandweer, politie en ambulance die werden ingezet. De brand die was snel onder controle, maar het nablussen duurde nog tot 4 uur vannacht. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat het met de gasleiding te maken heeft, maar dat moeten we echt nog gaan onderzoeken. Dus het is nu te vroeg.